iedereen en welkom bij een nieuwe tutorial van Sans Pour Sans. Voor mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Lotte en ik ben een paar maanden geleden gevraagd geweest door Caroline om gezicht te staan voor haar nieuwe minerale make-up merk Sans Pour Sans. Ik ben sindsdien de producten ook blijven gebruiken en ik ben echt in love met de producten. Ik doe doorgaans veel modellenwerk en het gebeurt wel eens dat ik hier en daar heel dikke en felle make-up op heb. Dus dan ben ik heel blij dat ik op mijn vrije dagen een heel mooi, natuurlijk en gezond alternatief kan gebruiken voor mijn make-up. En ik krijg ook veel vragen van mensen hoe ik mijn make-up aanbreng en welke producten ik precies gebruik. Dus daarvoor ga ik voor jullie vandaag een tutorial maken met deze look. Dus blijf zeker kijken en ik hoop dat jullie daarna ook mooi aan de slag kunnen met de producten van Sans Pour Sans. Oké, stap 1. Hiervoor ga ik de Liquid Foundation nummer 1 gebruiken voor onder mijn ogen. Deze gaat ervoor zorgen dat we een iets frissere look gaan hebben als we 's morgens uit bed komen. Ik ga deze ook een beetje over de ogen zetten. Zo. Hierna ga ik de poeder gebruiken, nummer 1. En die ga ik met de Kambuki ook onder mijn ogen aanbrengen voor de lichte glow. Hierna blijf ik verder werken ook met de foundation, de poederfoundation. En ook met de Kambuki borstel. We gaan hiervoor voor het hele gelaat verder met nummer 4 van de Poeder Foundation. En die gaan we dus over heel het gelaat aanbrengen. Ik ga die een beetje in mijn dekseltje doen. Goed indraaien. Ik heb een beetje een vettige kin momenteel en ik heb ook een beetje onzuiverheden hier. Dus ik ga daar extra poeder op zetten en ik ga die er goed in duwen, zodat die goed blijft zitten. Dus voor de volgende stap ga ik de bronzer gebruiken. Dat is deze, dus ook in het poedervormpje. Deze ga ik lichtjes in mijn deksel overdeppen en zo ga ik met mijn penseel een 3 vorm maken over mijn gelaat. En vervolgens ook goed uitblenden. Indien je bij deze iets te veel hebt gebruikt, kun je er ook weer met de Kambuki over gaan. En een beetje verder uitblenden, zodat het zich een zeer natuurlijk effect gaat geven. Dat is voor zover het gelaat. Ik ga op het laatste nog verder met de highlight, maar hiervoor ga ik nog eventjes wachten. Ik ga eerst verder met de ogen. Hiervoor ga ik een heel lichte zomerroze kleur voor gebruiken, die ook bij mijn blouseje voor vandaag past. Voor de oogschaduw aan te brengen gebruik ik deze blender, ook van Sans Pour Sans. En ik ga dus mijn heel lichte poeder oogschaduw aanbrengen in mijn arcadeboog. Dus de oogschaduw is nu aangebracht. Ik ga nu verder met mijn zwart potlood van Sans Pour Sans. Ik ga dit op mijn oogleden doen en daarna gaan we die een beetje uitblenden om een natuurlijker effect te krijgen. Ik ga deze vervolgens uitblenden met deze penseel. Ik ga mijn lijntje van de eyeliner nog een beetje doortrekken en ik ga dezelfde penseel ook nog gebruiken om het iets onder de ogen aan te brengen, zodat het mooi overloopt. Ik heb dus nu met het zwarte potlood van Sans Pour Sans mijn eyeliner gezet van boven. Ik ga nu met hetzelfde potlood van binnen in mijn oog verder doen. Zo,
Dat we die diepe, intense look creëren. Voilà. Vervolgens ga ik mijn mascara aanbrengen. Oké, voor de afwerking van mijn gelaat ga ik verder met de blush. Hiervoor gebruik ik de Fan Borstel, binnenkort ook te verkrijgen bij Sampersand. We gaan dus hetzelfde doen, we gaan de poeder een beetje in het deksel verspreiden en met de fanbrush lichtjes over het gelaat gaan. Deze borstel ga ik later ook nog verder gebruiken voor de highlight aan te brengen. Deze gaat ervoor zorgen dat dat mooi op uw jukbeenderen komt en ook heel natuurlijk en zachtjes wordt aangebracht. Ik ga nu nog een beetje verder met mijn blendborstel, met hetzelfde wat ik heb gebruikt voor mijn blush. Ga ik nog een beetje op mijn arcadeboog zetten om een iets diepere en intensere mooie roze look te krijgen. Zo. Vervolgens gaan we verder met de afwerking met de highlight. Hiervoor ga ik dezelfde borstel gebruiken als ik heb gebruikt bij de blush. Die gaan we heel lichtjes aanbrengen en ook een beetje overbrengen in ons dekseltje. Die gaan we bovenop onze jukbeenderen aanbrengen. Ook heel lichtjes met onze fanborstel. En deze kunnen we ook een beetje laten verder lopen op onze neus. En we finishen hier op onze cupidoboog boven onze lippen. Oké, vervolgens gaan we onze zomerlook afwerken met deze nude lippenstift. En om die goed te laten behouden heb ik heel snel een lipscrub gemaakt. Hoe je deze lipscrub maakt kan je zien in een andere tutorial. Ik ga die dus aanbrengen op de lippen. Deze gaat ervoor zorgen dat hij alle dode velletjes van de lippen wegneemt en dus ook een mooie gloed achterlaat. Zo. Dan gaan we afwerken met deze nude lippenstift. Zo. En dan hierover ga ik nog een keer met de 100% ook de nude lipgloss. Zo, dit is mijn frisse alledaagse look voor Sampersand. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en er ook mee aan de slag kunnen. Tot de volgende!